werkte er voorheen bij Wesseling op de Damlaan. En ik dacht, nou, mijn droom is altijd geweest een eigen winkel. En eigenlijk wel op de Damlaan, omdat wij hier ook wonen in deze omgeving. Dus ja, toen hoorde ik via via dat Radio Midvliet wegging. Dus toen dacht ik, nou, dat is dan mijn kans om een winkel te openen op de Damlaan. En dit is echt wel een winkel, dat is hier gewoon niet. Normaal voor cadeautjes of dat soort dingetjes moet je toch altijd naar de mall. En ja, hier hebben we echt alles. Tweedehands kleding, nieuwe kleding, leuke woonaccessoires, cadeauartikelen. Ja, van alles. Ja. Het is echt een leuke conceptstore. Ja. En achter beginnen we straks ook met leuke workshops. Ook voor kinderpartijtjes. Ja, van alles. Nicole, wat doe jij hier? Ik ga hier workshops geven, ja, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Ja. Net was hartstikke druk met kinderen, die zijn er nu allemaal gevlogen. Ja, je hebt nu een paasdecoraties mee aan het maken? Ja, het moest iets simpels zijn natuurlijk voor kindjes. Leuke paashaarsjes voor in de paasboom, voorbeeldjes gemaakt of ze konden wat macrameën. En de eerstvolgende workshop die je gaat geven, heeft ook met Pasen te maken? Ja, wat wordt met Pasen? Een leuke paaskrans en een hart voor aan de muur. Staat daar voorbeeldjes van. Dus daar kunnen mensen op inschrijven als ze daar zin in hebben. En ze kunnen ook met groepjes komen. Als je zegt, ik ben met 6 personen. Ik wil lekker met mijn vriendinnen komen. Dan is dat ook mogelijk. Ik heb een advertentie gezet op de ramen. Dat ze kleding konden inleveren vanaf januari. En daar is gigantisch veel gebruik van gemaakt. We hebben echt zoveel. Het is zo leuk. Dat we gewoon iedere dag een andere collectie hebben. Oh! Ja. En mensen kunnen nog steeds inleveren. Maar dan wel echt zomerartikelen. Ja. En dat mogen ze dan 2 maanden blijven hangen. En is het niet verkocht, dan moeten ze het weer opkomen halen. Mevrouw, mag ik me even wat vragen? Ja. Wat is uw eerste indruk van de winkel? Nou, ik vind het een waanzinnig goed idee wat ze doet. Het is tweedehands spullen. Niet alleen kleding, maar ook schoenen, kaarten, kaarsen. En het pand is geweldig en zij is. Heel gezellig, dat is hier gewoon behoefte aan. De eerste indruk? Of is... Nou, ik moet nog even rond gaan kijken, maar aan de buitenkant ziet het er ook mooi uit. Dus ik verwacht van de binnenkant ook.